De staatsoliemaatschappij Suriname NV heeft vanmorgen productiedelingscontracten voor 3 diepwater offshore blokken getekend met de samenwerkende bedrijven Total Energies, Qatar Energy en Petronas. Deze blokken waren onderdeel van de Demerara Bid Round die van november 2022 tot en met mei 2023 is gehouden. Deze ondertekening geeft deze bedrijven exploratie-, ontwikkelings- en productierechten. Voor blok 63 is er een contract getekend met Petronas. Voor blok 64 hebben Total Energies, Qatar Energy en Petronas gezamenlijk een overeenkomst gesloten waarbij Total Energies met 40% leidt als operator. Blok 65 wordt een samenwerking tussen BG International en Qatar Energy, waarbij Qatar Energy met 40% participeert en Shell met 60% als operator fungeert. Staatsoliedirecteur Anand Jageser zegt dat deze ondertekeningsronde Suriname ten goede zal komen. So you can see that Staatsolie is really aggressively putting their blocks for further investigation by our trusted partners. So yeah, we are working on the exploration of the offshore. I think it's very important that we want to be recognized, Staatsolie wants to be recognized as a trusted and professional partner. So we always keep to the rules and regulations and law, of course. So it's the petroleum law, it's the production sharing contract, and I think the past years we have shown to the partners that we always keep to the rules. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiyamofo, kijkt uit naar de voordelen die deze ondertekening zal hebben voor Suriname. De bewindsman is van mening dat er genoeg geput moet worden uit de bronnen, want dit zal voordelig zijn voor verschillende sectoren in ons land. I just want to mention that where applicable, the contractor shall give preference to materials, to services, but also to products produced in Suriname. Secondly, the contractor shall give preference to local firms in Suriname to carry out any works.